Alle liefhebbers van Creators, wat een gekke, waanzinnige wedstrijd, niet normaal. Gaat en zoekt Nol deze strafschop erin schieten en houdt Noah nu eindelijk eens de nul. Zo tot! Schiet Luc deze pingel er steenhard in en hoe is het met Koen? Rib gekneusd, bloed aan de sok, kuitbeen bijna gebroken. En zelfs bij de vrijwilligers vallen er slachtoffers. En er is een hele grote onthulling. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Je bent echt nieuwsgierig. Ja, nu wel. En hoe debuteren de debutanten? Het was een super toffe wedstrijd. Ja. Leuke sfeer. Top wedstrijd gehad. Ik wil nogmaals zeggen... Ja. Hou van jullie al. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. Aanvallen! Here we go. Spelersbusje komt zo, alleen... Hij zit vast. Ik denk dat de spelers moeten lopen als ik het zo zie. Ja. Maar het komt goed. Hoi. Yo, we zijn er. Een echte voetballer. Yo, dankjewel. We zijn er, man. Hey, dag mensen van Creators FC. Dat was een lange rit in die bus. Zeg, jongen, ik denk 30 seconden ingezeten, maar prima bus. Like nou even die video. Bij de kleedkamer wordt aan de spelers gevraagd om te stemmen. In welke kleur we gaan spelen? Goed lezen. Ja, dan gaan we toch voor... We gaan voor kleurloos. Druk op een like, want we zijn in eerste op mijn dorp en we gaan hier de mooiste wedstrijd ooit spelen. Kleurloos? Want wij brengen kleur op het veld. Oh, mooi. Daar is Noah Geel. Ja, Noah Geel. Maar het is toch zo stom om op jezelf te stemmen? Stembel, je had de kleurencombinatie voor de wedstrijd. Oh, we gaan voor goud. Even beukenschoon. Wat is Benny blauw? Dus ik zeg gewoon, waar staat baby blauw? Staat hij er? Azuri blauw. Benny blauw staat blauw. Laat weten wat de commentator moet zeggen in de volgende samenvatting. De Gurot Classic zwart. Hey, niet kijken jongens. Dat... Hey. Daar te veranderen. Vroeger had je privacy met stemmen. Knolpauw rood. Nee, Benny blauw. Ja, gaat hij officieel? Ja, man. Even naar mij kijken. Kijk. En nadat Enzo een rondje heeft gegeven, is hier de review van het nieuwe shirt. Iedereen klaar? Ja. 3, 2, 1! Hey! 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 You seen it here first. You seen it here first. En Thijs heeft ons geholpen met het design. Hey! Ja. Dan maken we daar een panter van. Dus vanaf nu spelen wij in deze mooie nieuwe Big Panther shirt. Dit is meer dan een shirtje, dit is kunst. Dit is toch zo gaaf, jongens. En ook dat tintje van Utrecht? Ja. Ja, dat kijk, ja. Oh. Oh, eens even kijken. Oh. De panter. Was niet opgevallen jullie? Nee. Panter, panda. En nog meer fashion nieuws, want debutant Oesie speelt op schoenen met twee verschillende kleuren en er wordt gespeeld met een unieke bal. We spelen dus met de officiële EK-bal. En Joris wordt verrast met de penaltybokaal. Oh, met die penalty's! Ja, met die penalty's! De sfeer in het Brabantse Eersel is geweldig. Het is uitverkocht en debutanten kijken hun ogen uit. Een leuke sfeer, want de fans naast het veld zijn top. Dank jullie wel voor allemaal te komen en laten we een leuke pop van maken. Nou, dat wordt het zeker. Hier de opkomst. Laat het geen afgang worden voor de creators. Fantastische beleving van onze Pink Panthers. En holy moly, wat een binnenkomer. Daar staan ze, Creators FC en EFC 8. Enzo gaat met twee camera's filmen tijdens de wedstrijd. Zij zitten ook op karate en laten dat graag zien. En die tegenstander, EFC 8, kan echt wel ballen, blijkt in de warming-up. Want, oh, zo scoren, dit wordt een zware. Wist u dat Koen Sitoen Afrikaanse roots heeft? Dat hij afstamt van de Maasai? Enzo en vooral Thijs komen bekenden tegen. Dit is het team van Thijs, die daar de vormgeving doet bij de club. Daarom nu nog vriendelijke omhelzingen, maar dat gaat veranderen. Teamfoto, niet iedereen is er. Joris bijvoorbeeld nog niet. Zij zien dan hun cameraman, die ook jullie commentator is. Daar staan het publiek, gaat volledig uit hun dak. En dan de TOS en Noah, die viert het winnen van die TOS. Easy. Easy, denk eens aan twee kanten. En Roy zegt wat over de opstelling. We hebben drie kalen, hebben we. Onder wie Roy de coach zelf, Joris Akkermis is er, Alessio, Enzo, Knol, Thijs, Rutger, vriend van Enzo.
Jasper Fit, Koen Zitoen, Roy AK, Alles Kunnen Ricky, Glenn Helder, Over Hem Is Een Boek Uit en Noah Zil, aanvoerder en keeper. En die heeft daar twee ballen liggen en die begint dan zo aan de wedstrijd met deze trap. Glenn Helder begint een stuk beter. Prof. Een echte prof, Glenn Helder. Ex-Arsenal, Nederlands elftal bij de tegenstanders. Oh ja, wat een flater. Die gaat gelijk op zijn snuffert. Dan Enzo, die bal bijna controleert en ook die glijdt uit. En de scheidsrechter fluit dan voor een overtreding die Enzo meekrijgt. Ja, bijzonder verdiend. Ja. Ja. Volkomen verdiend. Hier een andere vrije trap met Joris Akkemist in die kenmerkende stijl. En Thijs! Hoppatee jongens, wat een goal! Thijs tegen zijn maatjes. Scoort direct. Ongelooflijk. Wat een goal. Let's go! Wat? Thijs doet het! Een ode aan de beste kopper ooit in de Eredivisie die recent overleed, Ruud Geels. Thijs scoort koppend. Ja, het is echt gebeurd. Echt gebeurd. Juichen. Emotional speech. Hey, sorry boy. Heerlijk begin. En dan dat andere doel, iets met een nul. Ja, 6-0 zit erin. EFC Okto, 8 in de aanval. Sterk team. Vriendenteam. Leuk team. Met hier de eerste kans en... Nee toch. Direct het eerste doelpunt. Willem de Haas. Noah, het haasje. De nul is weg. Is de professionele reactie van Noah. Het staat nu hoeveel? 2? Het staat 1-1. Ook heel professioneel de stand weten. Maar ja, als we zo meteen erin komen, dan is het klaar. We gaan ze afmaken. Altijd met die instelling erin gaan. Oeh, zo. Thijs moet nog een beetje wennen aan welke kant hij speelt, want hier gaat het van roze naar rood. Maar dan gaat het lopen. Ingooi, prima. Doorspelen, uitstekend. En Glenn, hohoho. Prof. Voetbalprofessor Glenn Helder heeft het op zijn heupen, want kijk eens naar deze aanname en hem nog even hoog houden. Lekker man, Glenn is goed bezig. Prof. Iets minder prof en iets minder alleskunner is hier Ricky even. En dat schot wordt dan net gered door Noah. Zweefzeep dus. Dit gebeurt allemaal in het eerste kwartier. Hier is EFC weer en die proberen van afstand te schieten. Dat doen ze heel goed. Wat een ongelooflijk mooi goal. Wauw. Damien van Gestel maakt hem. Noah zegt, ja, wat moet ik hier tegen beginnen? De 2-2 maken. Als team bijvoorbeeld. Misschien hier wel. De volgende kans en... Oh, een volhaal. Een volley, omhaal, halve van Enzo. Bijna raak. Acrobatisch. Heerlijk geprobeerd. En dan... Twee wissels. Vlammen, man. Let's get it. Debuut. Debuut. Let's go. Gendig gewisseld, man. Debuut van Uzi Futi. Volg hem. Maakt hele leuke dingen. Kan ook ontzettend aardig ballen. En dat kan de tegenstander ook. Noah, keep hoera met weer een redding. Hey, ik wil even praten met jou gewoon, man. Ik wil even praten met jou, man. Dat mag. Boas, man. Hoe is dat, man? Boas, onze geweldige stagiaire die heerlijke beelden maakt. En dit is een heerlijke panna deluxe van Glenn Helder, zeg. Ook nog een doelpunt. Hij legt hem af op... Oh, een beetje ruzie met de bal, maar wel scoren. Echt spitsen. Wat een legend goal van Enzo Knol. Hij doet het weer. Let's go, baby! Come on! Let's go! Enzo Knol scoort altijd als hij meedoet bij de creators. En soms zelfs een hattrick. Nu prikt hij deze er zo uitstekend in. Complimenten van Glenn Helder. 2-2 na 16 minuten. Waar gaat dit heen? Ze blijven nog even in Eersel. Dit is een leuk wippertje. En dan de volley. Nou, half. Noah, redding. Prima. De Silaf. Doe hem ook. Laat hem in de comments achter. Kijk naar deze 1-2 die goed is. Kijk naar de volgende kans. En kijk naar weer de redding van Noah Zil. Die lekker in vorm is. En het zo viert met Koen Zitoen. En zo met de mensen achter het doel. Die hem aanmoedigen. Een handtekening, tuurlijk. Na afloop altijd. Dan een schot en een doelpunt voor EFC. De 3-2 is door Mitchell Torrop gemaakt. Wel een su, maar ook 3 goals tegen in 21 minuten. Om de 7 dus een tegendoelpunt. Dat is niet lekker. En hier de volgende. Nee, dit is een streep door de rekening van EFC. Vervolgens de creators op jacht naar de 3-3 nog voor de rust. En hier is hij weer, Knol. Enzo, dus raak 3-3. Hatsa! Hij maakt er gewoon 2 in de eerste helft alleen al. This is the main man. Heerlijk. Ja, de paas was inderdaad ook geweldig. 3-3 na 23 minuten. Enzo met de goede actie ontspeelt de keeper. Ja, dit is dan makkelijk met rechts. 3-3, hij is gepasseerd. Opnieuw.
Daar gaat het een beetje mistig worden. Hier is het zoeken naar ruimte voor een schot. Hier is het een beetje boerenkoolvoetbal. En hier is wel het doelpunt. Joehoe. 4-3. En nu is het Alessio die je maakt. Dat was gek aan het maken, hè? Ja, tuurlijk. Gekke shit. Glitch in the game, glitch. Chat. Glitch in the game. Glitch in het scorebord. 4-3 na 26 minuten. Wat een wedstrijd is dit. De keeper voetje, maar niet hard genoeg. En het is nauwelijks voor te stellen, maar in de tweede helft nog meer doelpunten. En nog mooier. En hier bijna weer een schitterende goal. Maar weer een goede redding van Noah. Die hier bij die hoekschop en een vuist komt. Dan hop, hop, hop. Beetje Glenn Helder actie. En dan dit lopje dat net overgaat. Leuke wedstrijd hoor. Goed niveau. Hij is goed gemutst. Gooit er niet met zijn pet naar. Glenn Helder. Hem staat alles. Wordt het een geluksmuts. Hier de volgende kans voor de creators. Met die hele, hele snelle Jasper Fit. En die scoort. Die ging erin als een bonusschotel. 5-3 de voorsprong voor de creators. En dat moet gevierd worden. Lekker jongen, nou een bus voor me. Come on. Heb ik een kras in mijn nek? Ja, ja. Ja, hè? Ja. Hij kraste mij, man. Bizar, gewoon gekrast bij dat doelpunt. Maar wat maakt dat uit? Hij zit zo in de korte hoek. Makkelijk 5-3. Dan geeft Glenn Helder die muts terug. Zo, ja, dat vind ik fantastisch. Netjes. Ja, dat vind ik echt netjes. Ja. Vervolgens wordt het een beetje mistig. En niet alleen in de hoofden van sommige spelers die het laat hebben gemaakt. Bikkelt hier en zo door. Is hier de combinatie? Krijgt hij hem terug? Gaat hij dan ook nog de 6-3 maken? Nou, dat scheelde weinig. Hij wist hem bijna nog in de kruising te krullen ook, zeg. Hier de kans en het schot van Enzo Knol. EFC wil per se voor rust nog de 5-4 maken. Hier de redding van Noah en het rustige terugspelen. En een probleempje met de camera. Glitch in edit. Want er is wat vocht achter de lens gekomen. Daarom een beetje wazige beelden eventjes. Dadelijk is dat weer verholpen. Hier is wel goed te zien dat die ontzettend snel is, die Luc Steen. En naschiet. Zo, die had er wel in gemogen. Dat was niet de beste optie. Nee, dat was de slechtste optie. Nee, maar oprecht. Daar baalt hij van, want de actie was geweldig. Snelheid was goed, alleen het afronden niet. Voor een speler die zo goed kan voetballen. Zijn de glitch in de game? Shout out naar Luc Steen. Oh. En echte vrienden geven steun wanneer het eventjes niet mee zit. Die moet erin. Ik wilde eigenlijk een rainbow doen of zo, of iets. Maar dat deed hij niet. Geen rainbow, wel dus mist. Nog heel eventjes, Glenn Helder. Wat is die jong, wat is die fit, wat is die goed? Zoekt altijd zijn tegenstander op en schiet hier zelf op de keeper. Terwijl die meestal, nadat hij een tegenstander heeft opgezocht, de bal afspeelt naar een andere creator. Bijna rust, bijna rust. Nog één kans voor EFC en daar komt Noah. Goeie redding, fluitje. Waarom? Strafschop. Jullie zijn de scheidsrechter in dit geval. Bepaal in de comments of dit een terechte penalty was of niet. Lijkt mij niet. Ik wil niet voorzeggen, maar dit is gewoon vol op de bal. En dat die gast dan over Noah struikelt is zijn probleem. Ik heb volgens mij gewoon vol de bal. Hij heeft hem zo. Hij als dit de bal mij. Is, heeft hij hem gewoon zo. Ja. Ja, precies dat. Maar wel een strafschop achter de bal is dit Maarten Bogers. En die maakt de 4-5. Die nummer 9, die spits. Het is daadwerkelijk 4-5 vlak voor rust. Kom op man, je kan het. Je kan het, let's go. Twee goaltjes. Lekker man. En zo pakt even zijn rust. Komt de tweede helft er weer in. Hier de laatste seconde. En zo wordt het dan nog 5-5 vlak voor rust door Mitchell Torp. Thijs, dit is zijn vriendenteam waar we tegen spelen. En dan maakt hij gewoon zijn doelpunt, zijn allereerste hier tegen zijn eigen team. I love it. Het is wel een wedstrijd, maar we gaan door. Tweede helft is van ons, klaar. Sowieso. Het is gewoon genieten. We zijn wel rap. Maar Jasper, je bent sneltrein. We gaan even pauze houden. Zie jullie zo weer. Zijn we gelijk? Ja, 5-5. Ja, staan we gelijk? 6-3 of zo. We hebben wat tactieken doorgesproken. Dit gaat hem worden. Ik denk dat we hem niet gaan winnen. Echt als een Pick Panther zijn dat verdedigen achter. Ja. Noah! Ja, scherp alles. Wat? Gekiept hoor, Noah. Ja. Ja. Goede doel van vandaag, de voedselbank. En daarvoor is opgehaald het bedrag van 7500 euro. Applausje voor de voedselbank. Zeker. Sorry. Hey, zijn jullie een beetje de hooligans dan hier? Ja, dit zijn de hooligans van EFC. En dit is de tweede helft die je echt tot het einde moet kijken. Want het blijft maar spannend. En hier gelijk alweer een kans. Een schot van Jasper, net naast.
volgende kans. Een schot dat nog wordt aangeraakt door Noah, op de paal belandt, rebound dan. Nee, die gaat er niet in. De felicitaties zijn voor Noah. Omdat hij hem redde, omdat hij goed naar de hoek ging, omdat hij net nog aanraakte of omdat hij geluk heeft. In ieder geval, hij zit niet. Dan weer naar de andere kant toe. Goh, wat golft het heen en weer. En ja, daar is het doelpunt. Happatee, nog eentje erbij. Het is Su. Lekker boy. Let's go, baby. Tweede. Let's go. Wat een zieke actie trouwens. En dan nou die lachhike. Kijk hoe hij staat te verdedigen, joh. Dus gaat de kaas. Jasper Fit met weer een hit. En het is niet 5-5, maar het is echt 5-6 omdat hij hem er zo in prikt. Vervolgende wedstrijd. Luc Steen met dat opvallende broekje altijd. Wil altijd zijn eigen Maradona broekje aan. Beetje strak. Hier een strafschop. Nee, het gaat door. Een geplaatste bal van Glenn Helder. En dan toch die strafschop. Voor de creators. Wie mag hem nemen? Enzo Knol. Die gaat voor zijn hat-trick. Wie neemt zo zijn aanloop en precies in het hoekje. Let's fucking go! Let's go! Let's go! Die penalty schoot je er serieus lekker in, man. Absoluut. Zo wordt het 5-7 door Enzo Knol. Wij zijn super trots. Wij zijn achterin. Wij zijn trots. Apentrots zijn we allemaal. Deze strafschop van Enzo Knol die echt exact in het hoekje schiet. Die verbaasde ik me ook over eigenlijk. Maar die was echt zijnetje. Ja, en anders had hij overgenomen mogen worden. Want kijk, die keeper is. Die staat met beide voeten een meter voor zijn doellijn. De godfather van YouTube maakt de 7-5. En dan op jacht naar de 8-5. Dan is het over en sluiten, denk ik. Maar je weet het nooit. Zo, ja, als hij erin gaat, dan verdient hij zeker een C-love. Een hartje. EFC geeft niet op en schiet dan zo in de bosjes. Luc is populair. Luister maar. Wordt voortdurend toegeroepen, toegezongen. Deze Luc Steen, een aanwinst voor de creators, dit jaar al gebleken. Maar dan over de as en geprikt tegen weer die paal. Noah dwingt het geluk gewoon af door in zo'n shirt te durven keepen. Dat zal het zijn. Hier weer EFC met een goede actie en een schuiver die nu wel zit. Het is 6-7. De maker is Bram Jansen. Hier de korte hoek die misschien iets te open ligt. De wedstrijd is beslist. Nee, ik ga niet te veel praten. Blijf de video kijken voor de uitslag. Zo is het. De wedstrijd leek al een paar keer beslist. Maar dat is die nog niet hoor. 6-7. En let dan op. Deze man komt uit Brabant. Speelt in Brabant. Jasper Fit, vriend van Robbie van de bankzitters. Die zo scoort. Robbie, dit moet je zien. Dit is de beste goal ooit gemaakt bij de creators. Misschien wel. Wat een actie, zeg. Wat een actie. Dat zeg ik. Een heerlijke actie. Hier één man met het wippertje. Meenemen met de dij. Met de voet komt de volgende. Ook die wordt omspeeld. Iets moeizamer. Maar dan, hoppa. De slalom. De reuzenslalom. En dan deze ook nog. En het afronden is ook helemaal niets mis mee. Hé, het ik man. Even kijken. Ja, dit zijn ze hoor. De celebrations. Gekke celebration. Prima celebration. Van Luc en van Jasper. Maar daar is alweer de volgende kans. En zij kunnen heel goed net naschieten. Noah wil die bal verkopen. En hey, daar hebben we Roy de coach. Nu gaat het gebeuren. Wanneer die er zelf in komt. Daar en zo. Met de muts op. En met die muts komt hij door. Dan zet hij vervolgens wat druk. En die druk leidt ertoe dat ze in de problemen komen. Dat EFC. Maar ook Enzo kwam in de problemen. Gleed daaruit op dat gladde veld. Het is net boven de 0 graden. En weer zo'n schot. Maar net naast het doel van Noah Zil. Oh, dat is een hele gemene zeg. Een keiharde overtreding op Koen. Dat is geen aansteller. Die wordt daar geveegd. Een echte beenveeg. En wat doet Koen dan? Die staat op en die zegt, dat is rood voor jou. Het gaat gelukkig oké met hem. Maar het was echt een harde hoor. Daar heeft hij nog last van. Daar komt EFC weer. Nu luid aangemoedigd door de supporters. En daar is de 7-8. Willem de Haas. Met zijn tweede. Ja, het publiek wordt steeds enthousiaster. Want het is zo spannend. Zo leuk. En bij vlagen zo ontzettend goed. Hier een uitstekende paas op Roy de Koos. En die heeft iets heel moois in gedachten. Prachtige paas, afronding, toefje minder. 7-8, EFC. Naar de 8-8, Noah kwam goed zijn doel uit. Ja, en hier is niets tegen te beginnen. 8-8, weer die Willem de Haas. Die heeft een hat-trick. 8-8, Octo. EFC komt terug in de wedstrijd. Noah kon hier weinig aan doen. En Koen onderuit, geslagen. Maar dat zijn ze nog niet. 8-8, EFC weer net naast die paal.
ongelooflijk. Daar zitten ze op, denk ik. Naast de paal schieten. EFC wil nu ook de overwinning. Wil doordrukken en komen ook op 9-8. Het is toch niet waar, zeg. Willem de Haas met zijn vierde. Ja, ze kunnen erom lachen. Maar ze stonden 2 doelpunten voor. Een aantal keren. En deze gaat wel precies in het hoekje. Wat heeft deze wedstrijd dan verder nog in petto? Kunnen de creators terugkomen? 9-8, nog een kwartier. Hier is Luc Steen. Wordt kort gedekt. Hier is Enzo Knol. Die gaat neer. En natuurlijk is dat een vrije trap. En dan is de vraag, wie gaat hem nemen? Het is Glenn met zijn linker. En oh, die keeper. En Roy stond er ook nog een beetje hinderlijk in de weg. Daar, bij die paal. Vanaf hier gezien de rechter. En die keeper, die stompt hem weg. Duwt een Roy weg. Kans weg. Creators strijden altijd. In die nieuwe tenue zijn, oh, wat een aanname van Luc Steen. Kenmerkend voor hem. Het schot op die keeper af. Maar wat een heerlijke actie van Luc. De paas was ook prima. Maar dan dit. Je mag hem niet te lang klemmen. Officieel, dan is het een overtreding. Daar komt EFC. 2 doelpunten verschil. 10-8 de voorsprong. Noah verdedigt daar heel rustig uit. De aanval loopt door. EFC kunnen ze schieten. Ja, maar dat is wat wild. In navolging van wat Noah daar deed. Deze bal half gestopt. Dan komt hij eruit. En dan geeft hij die bal een roei, zeg. Met die linker en loopt het goed af. Let op, Luc heeft de smaak te pakken. En doet het nog een keer. De bal zo aannemen. En de man voorbij spelen. Ze kijken hun ogen uit. Het is zo leuk wanneer de creators langskomen. En zo leuk om de video's ook te bekijken. Want ze strijden. Ze laten bijzondere dingen zien. Kijk eens, ze gooien zich voor de bal. Fantastisch. En dat in combinatie met heerlijke acties. Wat een team. Maar wel 9-8 achter. Kijk eens, deze blok van Ricky was super belangrijk. De voorzet. De voorzet of schot. Het is 10-8. Wat een wonderbaarlijke goal. Damien van Gessel met zijn tweede. Ik weet niet of hij het zo bedoelde, maar hij zit erin. En Noah heeft dan nog even een strijd met het publiek daarachter. Hierover. Een matige zin, jongens. Jongen, jongen. 10-8 voor EFC, maar die hebben dan wel een probleem. Want hun scorebord die gaat maar tot 9. En daarom staat dit als tussenstand genoteerd. Volgende aanval van EFC. En daar is Noah met de uitstekende redding. Daar gaat Koen. Ziet toen, die krijgt er een beuk in zijn ribben. Die hij gekneusd heeft. Die moet er afhaken. Die heeft echt pijn. Is ook al hard op zijn been getroffen. Noah en Thijs met de belangrijke redding daar bij het doel. Het kan nog steeds. We zitten wel in de slotfase. Hier is Luc Steenen, die gaat neer. En dit is een strafschop. Ja, dit lijkt me een hele, hele duidelijke. Ja. Beste optie. 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 Beste optie is Luc Steenen de strafschop laten nemen, of toch niet? Ja, dat is het wel. Hasta la vista. Hij maakt hem op deze manier. Ik wil een panenka doen, maar ik hoorde al van mensen daar blijven staan. Ja, hij had voor informatie, wist dat die keeper bleef staan en schiet hem daarom zo erin, Luc Steen. Dat is de beste optie, hè? Beste optie. Ja. Allerbeste optie. En wat was die steenhard? Let's go. Let's go. Ja. Boom. Luc scoort erin. Let's go. Glitch in the game. Leuk. En om de achterstand wat draaglijker te maken voor Noah, staat er nu 0-9. Dat vind ik wel heel cool. Hier komt het slotoffensief met Luc. Steen, vanaf links, hard, de voorzet, de kopbal, de volley en een wonderlijke redding van die keeper. Loopt die aanval door? Nee, geen 10-10. Maar deze redding op dat harde schot die anders zomaar in het doel was geweest. Sluit net op tijd de beentjes, die keeper. Dan is Noah mee naar voren in de stervende tellen van de wedstrijd. Noah, gaat die scoren? Nou, hij raakt de bal wel. Is het Enzo die nog een keertje gaat scoren? Zou ook wat zijn. Wat is dit? Een fluitje? Een strafschot? Het was erbuiten. Dus is dit... Ja, is over! Natuurlijk. Noah neemt hem en Noah schiet hem in de muur van EFC-spelers. De creators veroveren de harten van nieuwe supporters door zo te blijven vechten voor de 10-10. Dit is de allerlaatste kans. Dit is de allerlaatste kans en hij gaat er niet in. Het blijft bij 10-9 voor EFC. Na een knotsgek duel. Een heerlijke wedstrijd. Kom man. Lekker woordje. Ja, 3 goals, het trickje. Haha, lekker man. Mixed feelings. En hoe is het met het gevoel van Koen? Nou, het gaat weer. We zijn er weer. Rib gekneusd. Bloed aan de sok. Kuitbeen bijna gebroken. Maar, hè? We hebben 0 punten, dus we doen het ergens voor.
Heerlijk, zo'n nabeschouwing gewoon op het veld. Zo hard geknopt. Mocht niet baten, maar we hebben leuk gespeeld. Het was een leuke wedstrijd. Wat een game. 20 goals volgens mij. Ja, is gekhuis. Helemaal gekhuis, jongen. Blijf kijken. Maar jongen, jongen. Het was zwijn hoor, was dit even. Ik zag jouw voetballen, bro. Ik dacht, huh? Wat, je hebt korte sokjes aan. Ja, klopt man. Jij speelt zonder scheenstemmen. Je dacht, ik heb toch al blessure gehad. Fuck it als ik er nog één krijg. Nee, niet eens. Oh. Nee, niet eens dat. En dan de kleedkamergeheimen en interviews. Hattrick hier? Ja, hattrick hier, man. Dat betekent iets. Wedstrijdbal. Toch? Ja. Enzo had ook een hattrick, toch? Ja, Enzo had ook een mooi hattrick. Ja, dus hij is niet voor jou. Eerste hattrick. We hebben twee hattricks. Ja. Oh, heb je ook een hattrick? Ja. Wow. Hey, sorry man, dat ik het niet wist. Dames en heren, appels en peren. Het is koffie. Koffie. Zo begint hij. Ja. Hey, Shaggy, lekker. Deze ga ik weer extreem chill uitgeven bij Mill Lions. Ja, nee, ik wil gewoon mijn familie bedanken. Mijn moeder, mijn opa en oma, weet je, mijn broer. En ja, sowieso mijn vriendin trouwens. Die heeft de hele wedstrijd in de kou hier gestaan om mij te sporten. Ik denk als ik een Luxemburger of Albaan was geweest, was ik international. Juist. Dit is niet de bedoeling. Allebei hattrick betekent allebei. Wedstrijdbal. Nee, weet je wat we doen? Wauw. Wil je de bal verbeteren? Ja, het was wel eventjes een wedstrijd dit om in te komen hoor. Voetballen in Assen bij Achilles 1894! Hey! Dan moeten we naar Assen rijden. Hey! Ja, Achilles 1894 ben ik opgegroeid als voetballetje. Grote Smuur 100! Everybody goes niks per low, 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 low. Ik zou het even uitleggen. Het was nek aan nek, dus ik denk dat een rematch wel op zijn plek is. Wel hè? Ja, denk ik wel, ja. Dames en heren, voordat we verder gaan, er is een goocheltruc. Huh? Nee, natuurlijk niet. We gaan nu niet. Okay. Wat vind je? Bedenk even een... Wij denken Pink Panthers, maar bedenk anders even een bijna voor ons. Gewoon. Even creatief zijn, jongens. Creatief, kom op. Even, laat je horen. Let us know. En bedankt voor het kijken. Bedankt voor deze video. En kom je uit Albanië. Gefeliciteerd. Ja, en Luxemburg, jullie halen het hoor. Lachen met rematch coming soon. Tot zover. Nee, ja. Nee, is toch goed? Ja, denk ik wel. Kijk zeker ook naar deze hilarische video.